buiten. Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. De allereerste video in 2020 hier op dit kanaal. En eindelijk, het heeft even geduurd. We zitten al inmiddels in week 3. Ik moest even nadenken wat we dit jaar met dit kanaal gaan doen. Gaan we verder vloggen? Gaan we gewoon jullie meenemen op avonturen buiten? Gaan we do-it-yourselfs doen? Ik heb nog eigenlijk werkelijk geen flauw idee. Ik film gewoon wat er op mijn pad komt. En jullie zien wel wat er op dit kanaal verschijnt. Het is gewoon... Ik denk dat er constant, ja, het wordt gewoon een verrassing. Het wordt gewoon elke keer een verrassing waar de video over gaat. Het wordt een verrassing voor jullie. Het wordt ook een verrassing voor mij waar de video over gaat. Misschien hebben jullie ideeën waar de video's over moeten gaan. We gaan gewoon lekker filmen en we gaan doen wat er op ons pad komt. Allereerst gewoon even lekker. Voor nu de eerste video. Een terugblik naar mijn oud en nieuw. Ik heb zoiets moois, jongens. Echt, kom met mij mee. Kom met mij mee. We gaan zo, hier, we gaan de kelderkast in. Zoals jullie kunnen zien, want Vincent die komt dadelijk langs. En we kunnen natuurlijk het jaar niet afsluiten met vuurwerk. Kijk eens. Pakketje, jongen. De sierpakket Gold Shadow. Het sierpakket Gold Shadow. Dat weet je zelf ook wel. Het prachtige ding. Moet je kijken wat voor een groot ding dat is. Let niet op het vuurwerk dat daar allemaal achter op de kasten staat. Daar hebben we vanavond niks aan, want we moeten helder blijven om dit mooie, prachtige pakket lekker af te kunnen steken. Fantastisch. Hey, Mattie. Nou, wat hebben we daar? Kom maar lekker. Oh, je wil ook in beeld komen, hè? Je wil ook... Oh, met die grote neus. Oh, wat lekker allemaal, hè? Lekkere labber op de camera. Ik moet zeggen, ik had verwacht dat Mattie veel drukker, veel banger zou zijn voor vuurwerk, omdat je dat altijd hoort. Ja, meer dan dit kan ik er niet van maken. Ik bedoel, dit is het. Even kijken of hij het doet. Even kijken. Ja, precies. Nou, zet hem daar maar neer. Dat lijkt me een mooie open plek zo. Ja, dan krijgen we mensen aan de deur, jongen. Echt boze brieven. Nee, Vincent die is hier gezellig eindelijk aangekomen. Dichte mist. Ik zei al dat hij eraan kwam. Ja. Maar dat hij van dichte mist gewoon hier met de auto... Hoe vaak heb ik nou al dichte mist gezegd? Dichte mist. Dichte mist. Nou, het was echt maar, dichte mist. Dichte mist. Zeker weten. Maar we gaan lekker vuurwerkje afsteken. Yes. En we gaan vuurwerkje afsteken. Oh, kijk. En hij gaat vuurwerkje afsteken. 10 shots, hè. 10 shots. Oh, ja, god. Kijk, je kan hem uitklappen. Voor de veiligheid, hè? Kijk, dat is heel, heel handig. Ja, try this at home. Ik bedoel, je kan het allemaal uitpakken. Ik heb ook zo'n... Handig, hè? Dat is tegenwoordig echt luxe. Maar dat moet, hè? Dat moet. Oh. Want anders dan vallen die potjes om. Als er een stevige wind staat, dan... Ja, ach, jongens, kom. Laten we de mensen niet in spanning achter. We gaan afsteken, jongens. Kom. Oh, laat je hem daar? Geen punt? Ik laat hem daar. Oké, ik ga hem afsteken. Oké. Okay. Ja, nee. Ja, ik ben moe. Nu besef ik het pas. Dat heb ik. Ruikt die geur? Oh, dat is wel vertrouwd, hè? Dag, potje. Die zetten we hier neer. Waar ga jij heen? Komt-ie hoor, ben benieuwd. Oh, ik heb het hard gesproken. Potje nummer zoveel, die zet ik even. Kijk nou eens hoe dat eruit ziet, man. Het is schuin of zo erin en dan. Ik ben gewoon benieuwd. De Diamond, nee, de Blue Eagle. Oké, Blue Eagle.
Ja, hey, maar wat je ook kan doen, dan ben ik een lontje. Wat je. Wacht even. Ja, daar komt hij hoor. Ja. Oh. Ja. Ja, jongens, het lijkt een chaos, het lijkt een teringzooi. Nou stoppen ze met knallen, hè? Ja, nou wil je wat gaan doen en nou willen ze... Ook, dank jullie wel. Het lijkt een teringzooi. Het lijkt wat knallen, het is oudjaarsavond, dus dan mag het. En we gaan smullen, jongens. In de oven lekker, nog niks, maar dan gaan we een heerlijk kruidenbodetje. En dit gaan we op de barbecue donderen, jongens. Ik heb dat nog nooit op fazant. Fazant? Nee, ik ook niet. Hebben ze overgehouden van de kerst, denk ik. Een biefstukje en een lekkere hamburger. Dus er is keuze zat, sausjes erbij. Gaat goed komen. Colaatje, biertje. Nou, oh, jongen, heerlijk. Ik weet niet wat jij zegt, maar... Een nieuwe jas kopen. Een nieuwe jas kopen, zegt hij dat. Helemaal mee eens. Helemaal. Open, ja. Mattie, ook een nieuwe jas kopen. Echt waar, zeker een nieuwe jas. Ja, tuurlijk. We gaan lekker barbecuen. Ha! Wij gaan lekker verder genieten. Wij gaan lekker gamen. Om dat in slow-mo te doen. Ik ken jou met die video's. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden die jullie zojuist hebben gezien. We hebben niet meer dan dat geschoten, omdat we gewoon te veel wilden gamen. We hebben daarna gewoon lekker oud en nieuw gevierd. Jolanda kwam thuis van de avonddienst. Hebben we afgeteld tot en met 12 uur, tot het nieuwe jaar. En toen zijn we vervolgens heerlijk naar buiten gegaan om vuurwerk af te steken. Ik hoop dat jullie ook gewoon een fantastisch oud en nieuw hebben beleefd. En gewoon lekker nu inmiddels al 2020 aan het vieren zijn, het nieuwe jaar. Anyway. Ja, oké. Tot de volgende keer. Bij een nieuwe video.